De prijsvraag voor de naamgeving van het nieuwe Voetveer is een succes geworden. 279 mensen hebben één of meerdere namen ingediend. Veel uit Tiel, maar opvallend genoeg ook veel vanuit Wamel, Dreumel en de rest van Nederland. Inmiddels heeft de jury, bestaande uit Peter Schipper, Ella Kokmajewska en Roland van Vught, een drietal namen geselecteerd. Deze worden op 28 mei aan de kinderraad gepresenteerd. Vervolgens is het aan de kinderraad om één naam te gaan kiezen.